Welkom allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 23 april, het is nu 9 uur 37. Ik ben ook vandaag gelijk een dierenvlog aan het opnemen, dus die komt hiervoor. Dus die hebben jullie al gisteren gezien. Want vandaag is Loffie namelijk precies een half jaar. Dus daar wil ik eventjes toch wel even bij stilstaan. Dus daarom ben ik dus gelijk even twee vlogs aan elkaar aan het maken. Nou, niet aan elkaar, maar gewoon wel aan het maken. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Zo, nu alweer lekker thuis. Al eventjes ongeveer een kwartiertje, 20 minuten. En naar het uitlaten van de hondjes. Ik heb weer iemand aan de telefoon. Het zal weer niet zo wezen, hè? Ja. Wat ik dus ook al aan het doen ben, dat is vloggen even met mijn telefoon voor de dierenvlog. Ja, want ja, wat ik al zei, Loffie is vandaag precies een half jaar. Dus ja, daarom ook in teken ook dat ik dus ook sowieso een leuke dierenvlog ervan ga maken. In het teken van Loffie vanzelf. Ja, en Loffie is dus nu ook lekker aan het streamen met Ladies. Zal ik even lekker aan jullie laten zien. En toen gingen ze dus achter bij mij gras maaien. Ja, dat is leuk. Nou, dat vind ik dus helemaal niet grappig. Maar ja, ook dat gaat gewoon door in het echte leven. En ook van de tuin nu is. Ja. Ach ja, maakt helemaal niet uit. Straks weer werken, naar de kinderen toe. Gezellig, ik heb er zin in. Dus ja. En daarna krijg ik even bezoek, maar ik heb ook nog weer wat binnen. Ik heb weer wat besteld. Ja, ik bestel nog weer eens wat. Maar deze heb ik dus dan niet en bij de Run Ride vandaan, maar bij Zoo Plus. Want ik vind dat toch wel weer fijn dat ze die dus wel hebben. Dat is dan de van de Neva. Ja, ik zal het even laten zien. Ik heb nu maar even één hand om wat te kunnen laten zien. Dus ja, maakt niet uit. We komen er wel. Ja hoor. Hola. Kijk. Deze kant maak ik dus vast aan de tuig en van de hond. En deze haak je dus aan jezelf als je dus een heupgordel of wat dan ook hebt. Want ja, daar moet je dus wel een heupgordel voor hebben. En dan heeft deze lijn ook dus nog zo'n handvat. Dus dat is wel ideaal. En dan heb ik ook nog daarover. Ja. Mag ik niet liegen? Even kijken of ik dat hier al heb. Ja. De Neva Bungie lijn van 150 centimeter lang. Die kost maar liefst €17,99. En nee, ik word er niet voor gesponsord trouwens. Nee. En dan heb ik ook nog, dat was in de aanbieding. Ja. Yeah. Trixie. Dat is dus een dubbelpack, twee stuks voor €4,49. Dus ja, dus wel, dat is gewoon een koopje. Want ik had zoiets van, nou dan haal ik er vier, maar wat moet ik er met vier? Ik heb er nou twee, eentje voor aan mijn andere heupgordel. Ja, of eentje gewoon naar rood. Dus dat is ook wel lekker makkelijk als hij de post gaat bezorgen. Want dan kan hij ook hondenkoekjes geven die hij tegenkomt. Ja, yeah, want daar zijn hondjes dol op, koekjes. Yep, maar ik ga hem sowieso eentje meenemen. Ziet er zo uit. Ik zal de link wel even ook even hieronder zetten. En dan komt het helemaal dik in orde. Nou, het is alweer bijna tijd om richting school te gaan. Dus ik ga mijn jasje aan doen. En dan ga ik mijn slaapkamer op een haakje doen. Dan ga ik nog eventjes naar het kleine kamertje. En dan als ik weer terug ben, ben ik ook weer terug bij jullie. Dus ik zou zeggen, tot straks, want het is nu 11:30. Dus ik ga me even opschieten, even mijn haar even nog fortioneren snel. En dan zie ik jullie, dan zien jullie mij straks weer. Nou, het is lekker weer. Ik sta even lekker op mijn balkon. Moet je wel kunnen zien. Lekker.
Ja, alleen het luchtje is een beetje fel. Dus ik moet even weer even mijn oogjes een beetje krimpen. Kijk, en als ik hier ga staan, heb ik er ook wel een beetje last van, maar niet heel erg. Nee. Maar oké. We zijn weer op school geweest. En ik heb weer hele goede handvaten. Ja, handvaten. Kijk. Handvaten. Kijk, hier. Hier. Ja. Nee, ik heb weer hele goede tips gekregen. Even mijn collega. Daar kan ik weer wat mee. Even kijken hoe dat gaat uitpakken vanzelf. Dus, ik heb er weer goede hoop in. En ik hoop dat mijn klas daar ook de goede hoop in hebben en houden. Ik denk het wel. Mijn klas is wel leuk. Hè? Ja. Mijn klas, dat is altijd leuk. Ja. Ja, mijn klas, dat is leuk en dat is grappig. En ze zijn leuk, lief. Maar ik ben ook vroeger klein geweest. En ik was ook een niet echt een lievertje. Weet ik, bij toeval. Dus ja, ik was ook vroeger wel een behoorlijke donderstraal. Ja. Ja, behoorlijk. Dus ja, gaat lekker. Ja. Maar dat komt helemaal goed. Toch. Een beetje de vertrouwen hebben. En ik wacht nu weer op de post. Roderick is er. Die kan vandaag even helpen. Het komt weer op en op zo'n leuke, achtelijke tijden. En die post. Dus... Alleen ik zie de post nu nog niet. Dus dan moet ik even lekker op wachten. Ja, daar ga ik ook lekker op wachten. Precies. Goedenavond allemaal. Het is nu bijna 8:10 s'avonds. Ja. En ik heb aan de telefoon Roderick. Ja, het zal weer eens een keertje niet zo wezen. Of mijn moeder of Roderick. Ja. Roderick is nou net thuis en van het rondje fietsen met Max. Ja, Max die vond het ook geweldig. En omdat er eentje een half jaar is, heb ik zin in een lekker Chinees. Dus ik ga zo meteen samen met Roderick Chinees halen. Ja, gezellig. Maar dat weet hij al. Dus ja, gaat helemaal goed komen. Dus we nemen jullie gewoon gezellig mee naar de Chinees. Ja. Nou, het is nu 23:52. Bijna 12 uur. En bij deze sluit ik mijn vlog af. Dank voor het kijken. Sowieso. En ik zou zeggen, doe vooral een beroemde duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal, hieronder. Het is gratis. En laat eventjes een leuke reactie achter, want dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen, dankjewel. En tot mijn volgende vlog maar weer. Laters. Doei!